Ja, jongens, daar ben ik weer. Euro Truck Simulator tijd, jongens. We zijn er weer, gezellig. Leuk dat jullie allemaal er zijn, laat ik het zo zeggen. Laat even kijken of dat hij doet. Doet hij het nou, of doet hij het niet? Ja, hij doet het. Hij doet het helemaal, jongens. Heb ik ook geluid in de house? Ja, geluid heb ik ook. Nou, daar gaan we dan, hè. Daar gaan we dan vandaag, jongens. Euro Truck Simulator 2. Nou, we hebben inmiddels weer aardig wat geld. We gaan naar de arbeidsmarkt. We gaan naar externe contracten. En dan gaan we even kijken. Ja, kijk, dit is allemaal. We gaan even naar de prijs. De prijs. Hey, de prijs doet het niet, jongens. Kijk. Dat zijn ze. Dat is al dat geld. Wat is dit dan, jongens? Krijg toch de heen en weer. Dit is Zweden. Zullen we naar Zweden gaan? Of naar Polen? Of naar Frankrijk? Ja, laten we Zweden een keer doen, hè, jongens. Zweden is wel weer een keer leuk, hè? Zweden is leuk. En het levert natuurlijk lekker veel geld op, hè? 6100, 492. Nou, laten we die maar even doen. Deze bijdrage van deze steden voor de wereld is het gemiddelde doel is voltooid. Waarom ga je niet op zoek naar een andere steden? Nee joh, dat wil ik niet. Wat gaan we nou krijgen? Die wil ik doen. De bijdrage van deze richting het gemeenschappelijke doel is voltooid. Waarom ga je niet op zoek naar andere steden om gift te halen en te brengen? Wat is dit nou weer voor achterlijks? Wat is dit nou allemaal weer? En deze dan? Polen? Ja, ook voltooid. Ja, dag hoor. Dan we gaan hem gewoon doen. Wat is dit nou allemaal weer voor achterlijks? Wat interesseert mij dat nou dat een ander het voltooid hebt? Ik heb het nog niet voltooid. Ik wil het rijden. We gaan naar Zweden. Wat een gedoe allemaal, jongens. We gaan naar Zweden toe. Een lekker blikje echte Coca-Cola, jongens. Heerlijk. Lekkere echte Coca-Cola. De trailer is gereed. Even kijken, mijn nieuwe truc, hè, jongens. Mijn nieuwe truc, hè. Hij is mooi, hè. Oh, en het sneeuwt. Nou, dan gaan we er wel even de licht aan doen, hè. Hey, waarom moet die licht aan doen? Oké, nou ja, dat maakt niet uit. Maakt niet zo heel erg veel uit. Maakt niet echt heel erg veel uit. Oké, ik ga volgens mij verkeerd. Ik ga volgens mij achteruit. Ja, ga jij ook nog eventjes zo rijden. Ja, die heb ik aanstaan, konijnentrekker. Oh, die had ik al. Die had ik staan, maar... Koekeloeren. Even kijken, we moeten die kant op. We zijn over 1 kilometer zijn we de... 1 kilometer zijn we de... Oeh, ik ga helemaal verkeerd, jongens. Oh, ik ga over de stoep heen. Nee, je moet niet over de stoep heen rijden. Je moet je doel proberen te vinden, hè. Au. Verbrand mijn hand ook nog eens een keertje. Wat een ellende allemaal, jongens. Wat een ellende allemaal. Nou, in ieder geval, huppakee. Even wachten tot het stoplicht op groen gaat. Het stoplicht. Waar blijft het stoplicht? Kijk. En ja, jongens, morgen is het zover, hè. Moet ik nou rechtdoor? Nee, ik moet nog rechtdoor. Morgen is het zover, hè, jongens. Morgen ga ik mijn stuur halen. Dus dan wordt het een stukje mooier. En nou zat ik te denken...
dan kan ik die camera op mijn gezicht doen. Maar misschien is het leuker om die camera zo neer te zetten dat jullie dan de positie hebben dat jullie mij zien sturen. Dat is misschien leuker dat ik op het stuur zet. Dus dat ik dan aan het sturen ben en dan ja, dat jullie me zien sturen. Dat is misschien wel leuker. Die gaat net weg. Ja, wat moet je nou, je koekenbakker? Wat moet je nou, je koekenbakker? We gaan allemaal een beetje hetzelfde allemaal lopen doen. Waarom kan ik nou mijn trailer niet vinden, jongens? Waar staat mijn trailer dan ergens? Die trailer moet toch hier ergens staan? Ja, je kan toeteren wat je toeteren wil, maar ik heb toch mooie schijt aan je. Ik moet mijn lading hebben. Mijn lading moet ik hebben, jongens. Mijn lading. Waar is mijn lading? Daar staat mijn lading. Daar is mijn lading. Die moet ik dus even ophalen. Ook even aanpikken. Juist. Even wat meer die kant op doen. Maar het is misschien leuk om dan de positie van mijn camera. Dat heb ik ook een keer bij een andere YouTuber gezien. Dan kan je echt zien ja, dat ik aan het sturen ben. Misschien een leukere positie dan thee. Ik wou zeggen, jongen, ik hoef niet meer. Het sneeuwt ook in het spel, jongens. Echt leuk. Het sneeuwt echt. Grappig gedaan, joh. Het is net GTA, hè. Daar sneeuwt het ook altijd met kerst. Ja, dat is echt leuk gedaan. Ja, dat is echt gaaf. Gaaf hoor, jongens. Maar het is mijn nieuwe truc, jongens. De Mercedes. Ik vond die... die special paint vond ik ook wel heel erg mooi op dat ding. Komt er wat aan? Daar komt ook niks aan. Dan ga ik niet meer redden. Jawel, dan ga ik wel redden. Tuurlijk wel. Tuurlijk ga ik dat redden. Zo'n ervaren chauffeur als ik moet dat makkelijk kunnen. Ja, kan die jongens. Rij je maar met Jap. ...186 kilometer, maar dat is niet veel. Hoe kan dat dan, 186 kilometer? Nou, dat kan nooit, want dat is nooit zo ver. Zweden is toch veel verder, hè? Heel vreemd. Nou ja, in ieder geval gaan we rijden. Oh, kijk! 1185, ik wou al zeggen. Ik denk, dan ben ik wel heel snel, ben ik. 1185 kilometer. Ja, dat ziet er wat beter uit. Kilometer nog. Ja, zie je wel. You have left the city.
We zijn Rotterdam uit. We zijn Rotterdam uit. Jongens, Rotterdam. En we gaan lekker knallen. Ja, ik denk tweede kerstdag. Ik denk een lekker livestreampie. Ik denk dat is best wel leuk. Ik denk, daar hebben de mensen best wel interesse in. Om de tweede kerstdag eens even een leuke livestream van mij te zien. En deze wordt natuurlijk ook weer geüpload, hè, op mijn YouTube kanaal. Oh, ik zit niet op te letten. Dat moet ik dus niet te vaak gaan doen, hè. Gewoon op mijn stuur letten, hè. Oh, Ramon, je bedoelt... En we zitten alweer bij Schiphol. Zo snel gaat dat, hè. Zo snel gaat dat. Ik vind het wel heel apart dat het in de tunnels ook sneeuwt. Dat vind ik wel heel apart. Dat heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Het sneeuwt in de tunnel, jongens. Ja, morgen lekker met mijn stuur aan de gang, jongens. Morgen ga ik mijn stuur kopen. Dan gaan we lekker met de stuur gaan rijden. Dat zal nog wel veel en veel gaver zijn. Als ik dadelijk mijn stuur heb. Even wat relaxter gaan rijden, want ik rij een beetje te gejakkerd. En dan gaat het fout, hè. Als je gaat jokkeren, dan gaat het fout. We gaan gewoon rechtdoor. Hengelo nog 123 kilometer. Maar ja, wij moeten meer naar boven, hè? Naar het noorden moeten wij. Niet naar het oosten, maar naar het noorden moeten wij. Hier een benzinestation. Nou, mijn tank is nog aardig vol. Ik kan nog wel eventjes door blijven rijden, want we gaan hem later weer even bijvullen. Dadelijk echt leeg is, dan pakken we een benzinepomp en dan gaan we eventjes gaan we vol gooien met diesel. Ik denk dat wij Bremen moeten hebben. Ja, wij moeten Bremen hebben. Usnabroek en Bremen.
Nou, we kunnen lekker doortuffen zo, jongens. We kunnen lekker doorrijden zo. Het gaat best wel lekker zo. Een grondje van 90 km per uur. Hey, koekenbakken. Murdy Tommy. Murder Tommy. Zat ik even niet op te letten, die zag ik even niet aankomen. Zo, en we zitten al onder de 1000 alweer. Hoe laat is het eigenlijk al? Het is al 8:58 is het in het spel. Dus ja, 8:58. Vijf minuten voor negen. Nee, het is 5:06 is het. Het is 5:06 is het. Ik zit naar de verkeerde te kijken. Ik zit naar de aankomsttijd te kijken. De aankomsttijd zat ik naar te kijken, jongens. De aankomsttijd. En we rijden Duitsland in, jongens. Zo, we zijn in Duitsland. We zijn alweer in Duitsland. Ja, dadelijk het stuur erbij, dan wordt het... Dan wordt het veel en veel beter, hè? Dan wordt het sturen ook veel en veel beter. Kan je echt veel beter sturen. ...945 km nog. Zat er nou hier een, twee midden op de weg of zo? Oh nee, nee, toch niet. De ene die rijdt die kant op en de andere rijdt die kant op. Wij moeten die kant op trouwens, we moeten hem achterna. We moeten hier natuurlijk de afslag nemen. Hier rechtdoor blijven rijden. En dan moeten we hier ook moeten we die kant op. Even wat gas terugnemen. We moeten die hele flauwe bocht naar beneden moeten we hebben. Kijk, dit is af en toe nog wel eens met dat stuur een beetje balen. Het gaat dadelijk natuurlijk een stuk beter. Denk ik, als je het stuur hebt, dan gaat het een stuk makkelijker.
Ja, ik denk een stuk beter. Ik denk dat het een stuk beter is als met de toetsenbord. Het sturen is het toch een stuk makkelijker, hè, om te sturen. Ik heb een veiligheids... hij is alweer weg. Nee, ik denk dat het stuur veel beter... dat het veel beter gaat werken dan... Ik heb wel eens bij andere streamers gekeken hoe die dat deden. Dat was echt... ja, dat was echt super. Echt super! Er gaat weer een... je hebt autootjes bij hem. Je hebt autootjes gelaaien. Moet er nog eentje. Zo, het is druk hier, jongens. Het is druk hier op de weg. Het is hier echt druk op de weg. Dadelijk wel weer af volgens mij, of niet? Moeten we er nou af of niet? Dat is de grote vraag. 840, 43 kilometer nog. Nee, we moeten rechtdoor blijven gaan. We blijven rechtdoor, we gaan richting Hamburg en Bremen. Deze afstand, zo. Goeiedag. Weer een of andere koekenbakker, ik weet niet wat je allemaal zegt, maar... Het zal wel niet voor mij wezen. Ik denk dat die personenwagen voorop een beetje aan het kloten was. Kijk eens. Dan hebben we een partij te rotzooi hier, ho. Voor mij zat er eentje te rotzooi, hè? Wat zijn ze nou allemaal aan het doen, joh? Voor mij zijn er twee met die twee personenwagens die zijn een beetje aan het donderjagen. En een beetje andermans vrachten aan het fysiek stralen. Ja, dus. Ik denk dat ook weer.
We zijn er een paar aan het klooien hier, oh jongens. Nou ja. Ik hoop dat hij daar blijft staan. Nee, ze komen weer achter me aan. Ja, zie je, dat bedoel ik. Wacht even, want er zitten er een paar te klooien hier. Oh, wacht even hoor, hoe deed ik dat ook alweer? Shit, hoe deed ik dat ook alweer, joh? Die. En dan moest ik drukken op... Waar moet ik nou op drukken? Ja, dan moest ik op een knop drukken. Maar waar? Wat voor knop moet ik ook weer drukken? Ik weet het niet meer. Ik zou het echt niet meer weten. Laat ze een beetje vooruit draaien, dan... Er zijn een paar aan het klooien hier, jongens. Maar ja, in ieder geval zijn ze vooruit gereden. Dan rijden ze gewoon eventjes... Waar kon je ook weer op drukken? Op die CB radio? Ik weet niet meer. Het is misschien wel makkelijk, hè? Maar goed, in ieder geval, ze zijn een stuk verder weg. En daar staan ze weer stil. Oh nee, dat is die vrachtwagen. Die vrachtwagen, ja, er zit ook een vrachtwagen achter me. Benzine kan nog wel enigszins. Kijk, nou staan die klootzakken, die staan weer daar zo, hè? Die zitten daar met personenwagentjes, zijn ze een beetje aan het klooien. Express de boel besodemieten en vrachtwagens een beetje treiteren. Iwan de King. Kijk, want daar blijft ook expres op de vluchtstrook blijft die rijden, die idioot. Waar moeten die hier trouwens af, denk ik? Ja, waar moeten die hier af? Even kijken. Waar moet ik heen? Rechtdoor. Moet ik hier ook? En wij moeten kiel hebben. Ja, kiel. Kielen moeten we hebben, kiel. Dus we gaan eventjes remmen, afremmen. En dan gaan we even hier de bocht nemen. Ja, zie je wel, er zijn er weer een paar aan het klootzakken. Nou ja, gelukkig zijn die weggegaan. Wij gaan kiel aanhouden. Ja, wij houden kiel aan, jongens. Kiel. Aanhouden. We zijn inmiddels al een tijdje onderweg en we hebben nog 716 kilometer voor de boeg. Nou, net stond hij op 11 zoveel, dus we hebben al aardig wat kilometers alweer weggereden. We zijn al bijna op de helft van de rit zijn we al. En het sneeuwt lekker in het spel, jongens. Het sneeuwt lekker.
Oh, we moeten die bocht hebben. We moeten die hebben. Ja. We moeten die hebben. Anders gaan we verkeerd. Ja, het is echt druk is het vandaag in het spel, zeg. Echt een hoop mensen. Nou, dat had toch geen reet uitgemaakt. Die hadden ook die andere tunnel kunnen nemen. Dat had niet echt veel uitgemaakt. Ik ben benieuwd wanneer ik mijn motor kan upgraden, want dan kan ik misschien ook wat harder rijden. Maar dan moet je weer een paar levels verder wezen en dan kan je weer je motor een andere motor erin doen, een sterkere motor, dan kan je ook weer harder rijden. Denk ik. Ik weet niet of dat je harder dan, ik zie mensen die me best wel snel inhalen, dus het zou in principe moeten kunnen. Dat als je je motor verandert, dat je ook weer harder kan gaan rijden. Nu zit ik momenteel op de 90 km per uur, meestal. Zo rond de 90. Maar als ik misschien een sterkere motor erin kan doen, dan kan die misschien weer harder. En dan kan ik ritten korter rijden natuurlijk. Ja, overal heb je, in elk spel heb je eigenlijk wel gasten erbij die proberen de boel te verzieken. Ja, ik vind het ook wel grappig, die sneeuw. Ik vind het ook wel grappig. Het ziet er wel grappig uit, de sneeuw. 625 kilometer nog, totdat we op de plek van bestemming zijn. Dadelijk weer een mooie rit proberen verder te krijgen. Daar staat een vrachtwagen langs de kant. Oh, die Dutch, dat is een Nederlander. Hier staat er ook nog eentje. Oei, die hebben het wat moeilijk, hè? Zo, die is uit de bocht gevlogen of zo. Dat ging niet helemaal goed. Hier hebben we er ook weer eentje die langs de kant van de weg staat. Ja, ik ben en blijf het. Ik vind het gewoon echt een geweldig spel, jongens.
echt een aanrader om dit spel te spelen. Het is echt fantastisch. En dadelijk met een stuur erbij, dan is het echt helemaal... ja, dan maakt het helemaal af, hè. Dadelijk een stuur erbij hebt, dan is het echt... ja, echt geweldig. Twee trucks rijden er vlakbij me. Kan ik ook hoor, ik kan ook toeteren. Hij wil me passeren. Hij vindt denk ik dat ik te langzaam rijd, dus... Hier dadelijk weer een... of niet? Oh nee, nee. Dat weet je nou hier wel weer een afslag, maar dat is niet zo. Geen afslag hier, jongens. Kijk, want hij gaat een stuk sneller dan ik. Dus dan moet ik er ook wel kunnen. Ik denk dat we bij het volgende... tankstation wel even gaan stoppen voor eventjes te tanken, want nou, hij is ongeveer op de helft is hij nou. Ja, oh, hier al wel. Hier heb je gewoon een tankstation. Even kijken, hier heb je een tankstation. Dus hier hebben we een tankstation. Gaan we hier even vol gooien. Hier. Oh. Ja, met die toetsen. Oh, wacht even. Ik moet even die even uitzetten. Hé. Hey. Dan gaan we even. Dan gaan we eventjes een vol tanken, jongens. We gaan hem even vol tanken. Nou, 300 en even kijken, totaal 307 liter. De dieselprijs is 2,11 en we hebben in totaal €649 getankt. Maar dan zitten we wel weer lekker helemaal vol. We kunnen nu wel in één keer dadelijk doorrijden naar de eindbestemming. Dan hoeven we nou niet meer te tanken. Ja, even benzine tanken. Moet ook gebeuren, hè. Even de benzine even tanken. Zo, er rijden er alweer twee. Joh. Ik zal even op de eerste baan gaan rijden. Dat is makkelijk, hè. Zo, hoppakee. Dan kunnen ze me makkelijk voorbij. Ik wil even kijken dat ik dadelijk niet... ja, hier wel dus. Op Verdikkie. Recording. Jarowski.
33 zien. Ja, het is een geweldig spel. Echt, jongens, een dikke aanrader. Ik zeg het nogmaals. Ik vind het echt een bizar spel, jongens. Ik ben echt helemaal verliefd op het spel. Ik vind het echt geweldig. Lekker op je gemakkie. Ja, anders gaan we naar Aalborg. Misschien ook niet op. Dat mijn ruiten een beetje. Ik weet niet wat hij deed, maar dat ging niet goed. Ik ga hem even voorbij. Ik kon nog net op tijd. Ongelukkig nog net op tijd hem ontwijken. Het is echt slecht. Het is echt slecht weer, jongens. Odense. Shimano, hello. Hi, moi. Oh, oké. Ja. Dat kan gebeuren, hè. Je zal wel weer lekker slapen, denk ik, hè. Of weer wat anders aan het doen zijn.
bij me. Ja, het is echt beroerd weer, jongens. Het sneeuwt en het regent. Het is allemaal een beetje wat. Is het allemaal. Het is allemaal een klein beetje wat. Ach, we moeten hier weer tol. We hebben hier weer een tolweg. Ja, dat zou inderdaad zomaar kunnen, hè? Dat zou inderdaad zomaar kunnen. Dat er weer een stap gevallen is. Zo, hier is weer een stuk drukker. We moeten rechtdoor blijven rijden wij. Wij moeten rechtdoor blijven rijden. Ja, heel erg knap dat het in de tunnel ook sneeuwt. Dat vind ik wel heel knap. Het sneeuwt in de tunnel. Ik kan nu wel uit.
Weer heel hard. Zo. En wij gaan dan die kant op. Ik zit een beetje in een rare bocht. Zo. Trillenborg. Moeten we doorheen rijden. Oh, ik zit niet op te letten. We kijken. Oh, we gaan te hard. Even voorzichtig te opnemen. Zo. Kijk. We zijn in de stad Trillenborg, maar oeh, ik moet wel stoppen, want hier staat je op. Rood staat. Ik moet eventjes voor het stopje gaan staan. Zo. Nee, oh maar. Nee, je moet niet achteruit gaan rijden. Zo. En ja, hij staat op doen. Ja, inderdaad. Dat is nog een foutje in het spel, denk ik. Het sneeuwt in de tunnels. Dat is wel ja, een beetje raar. Nou, we moeten hier weer een rotonde op. Hier hebben we weer een rotonde. Zo. Ik kon bijna het stoplicht niet zien. Ja, nou staat het goed. De stad weer uit. Ja, wij moeten nog 176 kilometer, dus hier nog weer een rotonde. Kan je gelijk goed eens even je driver skill eventjes proberen. Hop en hop, kijk. Ja, rotondetjes gaan we wel aardig af.
52 kilometer nog. Oh, dat is de verkeerde. Verkeerde knop. Lekker door. Weer een bocht nemen, denk ik. Nee, hier nog niet. Kijken. Zo. Ik denk dat we deze moeten hebben. Ja, deze moeten we hebben. Deze moeten we hebben. Even wat afremmen, dat is een irritant bochtje. Dus dan gaan we even op ons gemakje zo naar achteren rijden zo. Zo. Op ons gemakje, bochtje. En dan moeten we, daarna moeten we linksaf. De gozer achter me. Ah, hij wil me nou inhalen. Nou, haal me dan maar in. Kilometer. Ja, zie je wel, jongens. We hoeven nou niet meer zo'n heel groot stuk te rijden. Het is nog maar een klein stukje. Hier een bochtje. Ik kan mij volgens mij niet inhalen. Hij wil het wel, maar. Ik denk niet dat ik het voor elkaar krijg. Ik krijg gewoon te snel voor hem. Ik denk dat hij naar dezelfde plek moet als ik. Oh, die gaat tegen het verkeer inrijden. Wat een gek, joh. Levensgevaarlijk. Ergens waar je niet mag inhalen, dan gaat hij lopen inhalen, die gek.
Ja, we moeten dadelijk weer een... Karel heeft weer een... zie je, Karel heeft weer een vrachtje gebracht. Lekker. Kijk, zie, jij moet naar hetzelfde toe als ik. We moeten dadelijk die kant op. Corona ontdekt, daar was ik ook nog niet eerder geweest. Daar was ik nog niet eerder geweest hier, hoor. Moeten we denk ik of hier of de volgende. Ik denk de volgende. Nee, de volgende moeten we hebben deze. Kijk. Hoppakee, jongens. Lekker hoor. Level 18. Lekker. Ik wou even naar de truckdealers eigenlijk. Ik wil even de dealer even bezoeken, jongens. Ik wil even de dealer bezoeken. Nee, dat is niet wat ik wou eigenlijk. Ik wou het eigenlijk niet. Nee, verlaten. Ja, verlaten. Even kijken hoor. Garagebeheer. We gaan even kijken op de. Even hier op de diagram drukken. Juist, dan gaan we even hier bekijken. Dan gaan we even naar de wereldkaart. En dan gaan we even kijken, dan gaan we eigenlijk even hier naartoe. En rijden met je op. Oké. Zit er nog wat achter me? Nee, er zit niks achter me. Ik denk niet dat ik dat ga redden. Nee, laten we dat maar niet doen, jongens. We gaan gewoon hier een vracht aanpikken, denk ik. Enter. En dan wil ik eventjes een externe contacten nemen. En dan gaan we even kijken, want wij zitten nu, zitten wij. Dan kunnen we een vracht nemen naar Douwes, naar Hamburg.
Of we kunnen een vrucht nemen naar Aberdeen. ...1168 kilometer en die is 800, eigenlijk ook niet veel. Dan krijg je maar 3k meer voor. We gaan gewoon terug naar Hamburg, denk ik, dat we doen. Ja, we gaan kerstcadeautjes gaan we wegbrengen, jongens. Kerstcadeautjes. We gaan terug naar Hamburg. Laten we dat maar even gaan doen. We gaan terug naar Hamburg en dan gaan we daar weer een Lanekie wegbrengen. We gaan eventjes, ik denk dat we daar even terug moeten rijden, daar naartoe. We rijden even achteruit. Hoe kan dat dan? Waar staat die lading dan? Oh, we moeten verder rijden. Nee, we moeten terugrijden. Nee, we rijden verder. We gaan verder. We moeten waar we heen moeten hoor. We moeten hierheen in ieder geval. Hierheen. En dan halen we die kant op. En dan gaan we die kant op. Dan moeten we hier ergens denk ik de vracht weer ophalen of niet? Nee, hij zegt weer dat ik terug moet. Wat is dit nou weer voor onzin? Wat is dit nou voor onzin, jongens? Wat is dit nou voor onzin? Wat is nou die kant op rijden gebeurt er dan? Dan rijden we gewoon even zo terug. Je hebt voor mij nog niet gereden, toch? Of wel? Heb je nou al een keer gereden, of niet? We kunnen wel die kant op. Toen ik al mijn kliplicht al zetten, dan wil ik even daar nog even. Hè? Hallo, mooie vriend. Wat zegt hij nou allemaal? Zal wel het weten. Hier is het benzinestation. Grappig. Nou hebben we dit startje ook gelijk even helemaal geel gemaakt. En dan gaan we hier weer terug. Hier moet ergens mijn ladekie leggen. Oh, ik zie hem al. Ja, ik zie hem al. Ik zie hem al staan. Hij stond daar, stond hij. Zo, dan rijden we even zo. En dan daar. En dan rij je hem eventjes. Dus zo. Oh, wacht hoor. Ja, netjes. Recht eigenlijk, recht de wandel. Nee, ik had eigenlijk die banden recht moeten houden. Maar waarom kan ik die nou niet aanpikken dan? Waarom heb ik de verkeerde gepakt? Nee, ik heb toch de goede gepakt? Wat kan dat dan? Ook die is het. Oh, die is het. Oh, terug. Die is het, jongens. Die moeten we aanpikken. Deze moeten we aanpikken. Deze moeten we aanpikken. Nee. Die banden recht juist. Nee. T.
Nou, dan hebben we weer aangepikt, jongens. Er gaan deze gaat naar Hamburg. Deze gaan we naar Hamburg brengen. Zo, en die kant op. Toch? Ja. Nou, die kant op. Ja, hebben ze. Nou, dan gaan we weer 804 kilometer terugrijden, jongens. Naar Hamburg. Moeten we een driekwart nemen. Dat is wel heel erg ruim. Ja, het gaat wel. Het gaat wel, maar het moet wel zo blijven, ja. Niet erg in duiken. Want dan heb het nog geen nut, hè? Terg in duik. Als ik zo maar even een flesje Coca-Cola pakken. Ik heb geen cola meer. Mijn cola is op. Ik wil even een blikje cola nog even pakken. Ja, dat is wel heel erg dichtbij, dat kan ik niet zien. Ja, hij staat groen. Ja, rij. Gas. Ik kan makkelijk op de gaspedaal drukken, kom op. Hop, gas erop. De kant van de baan, ik moet wel hier rijden natuurlijk. Het is wel handig, hè? Zo, hoppakee, jongens, daar gaan we weer. Kijken. Door blijven rijden.
Ja, we gaan lekker naar Hamburg, even heel gezellig. We kunnen toch? We gaan even lekker naar Hamburg. Hamburg! Wij moeten gewoon rechtdoor blijven rijden. Nou, hier is het helemaal rustig, hè? Hier is helemaal niemand te vinden. Het is hier rustig, jongens. Het is hier lekker rustig. Lekker door blijven rijden op ons gemakkie. Dan kunnen we lekker door gassen. Ja, heerlijk, lekker rustig zo, op het gemakkie. Hier hebben we daar weer zo'n knooppunt. We hebben hier weer zo'n knooppunt, jongens. Zo'n knooppunt, hè. Dan moeten we even goed even erg in houden. Dat we dadelijk de goede knooppunt hebben. Deze moeten we niet hebben. We moeten dadelijk deze hebben. Hier. Ossenburg. Zo. Nou, hij heeft er moeite mee, jongens. Hij heeft er moeite mee. Hij heeft er moeite mee. Dit is de dribbel. Dribbel die gaat zijn ermee bemoeien. Ah, het is wel moeite mee om hem vooruit te trekken. Zo. Mogol! Idioot! Wat een debiel, zeg. Gewoon expres tegen je aanrijden, hè. Wat een randebiel, zeg. Over randebielen gesproken. Kijk, daar hebben we er weer zo eentje. Hij zit gewoon niet op te letten. Hij propt hem zo voor zonder te kijken. Wat een mafkees. Nee, dat is er ook weer zo'n eentje, zo'n mafketel.
We gaan er even hier en heel even af. Dan kan ik even lekker wat te drinken pakken. We gaan, ja, tanken moet ik eigenlijk ook nog doen. Ja, laat ik hem ook maar gelijk volgooien. Laat ik dat ook maar gelijk gaan doen. Hop. Hup. En... Hoppakee. Zo, gaan we gelijk even vol met benzine. Of met diesel natuurlijk. Diesel. Met benzine, hoor mij nou. Nee, diesel natuurlijk, hè jongens. Diesel. Hoppakee. Nou, 300... Hoeveel heb ik nou betaald? 773. Dat is al aardig wat. Even wat drinken pakken. Even wachten hoor. Een lekker blikje cola, heerlijk. Kom op, trippie. Zo, hè, daar zijn we weer, jongens. Daar zijn we weer. We gaan weer lekker verder rijden. Naar Hamburg. Nog 610 kilometer. Dus we hebben nog wel een aardig ritje voor de boeg. Oh, nou niet meer. We moeten deze hebben. Het gas terugnemen. Gas terug, want het is echt nog meer een rotbochie. Moet je echt voorzichtig nemen, de bochie. Nee, dat is de verkeerde. Kut, dat is de verkeerde, jongens. We gaan even achteruit. We gaan even achteruit, we gaan even terug. Rij jij maar. Oh, ik rij me verkeerd. Nee, dat is niet goed. Even wat recht te houden. Zo. Kijk, daar gaat hij. Nee, ik stuur die bocht verkeerd in. Ik rij gewoon de bocht zo. Dan gaat hij dadelijk die kont dadelijk aan die kant voorbij, zeker. Nou, dat gaat nog wel. Gaat netjes, gaat netjes. Hup, en daar gaan we. Hoppakee. We gaan rechtdoor. Nou, heb ik dat netjes gedaan? Ik heb hem netjes naar achteren gestuurd, jongens. Het ging wel een stuk beter, hè?
moet hier gewoon rechtdoor blijven rijden. Ik ga ook zelf de bocht mee. Hier, weer zo eentje. Ja, godverdorie. Dat is dus het bekende remprobleem wat ik dus had in het spel. Dadelijk gaat dat misschien wel een stuk makkelijker met het stuur. Nou, dan gaat daar eentje meer op de weg rijden. Ik weet niet wat die allemaal gaat doen, maar... Wat gaan die nou allemaal doen, joh? Het is een partij te kloten hier, oh jongens. Ja, ik ga duik even mijn weghelft op. Ik zie toch dat ik aankom rijden. Niet zo heel erg groot probleem, toch? Of wel? Toch? Zo, wij gaan gewoon lekker door de tunnel heen. Huppakee, we laten al die koekenbakjes achter ons. Weer een tol ding of niet? Oh, nee. Geen tol. Rechtdoor toch, ja.
Zo, hoppakee. Oh god, dan moet ik hier weer tol betalen. Ja, tuurlijk. Als ik nou hier rechtdoor rijd. Hey. Oh, dan kan je gewoon in één keer doorrijden. Dan heb je... Hey, dan heb ik ook weer uitgevogeld. Dan kan je gewoon in één keer doorrijden. Dan hoef je niet op die dingen. En je betaalt om... tol betaal je wel. Maar... je hoeft niet helemaal te wachten tot het poortje weer open gaat. Je kan gewoon in één keer doorbetalen. Doorrijden. Dat is wel mooi. Ellis Maxi die rijdt voor me voorbij. Wow, zo, dat is wel echt een close call. Hé, een drukke goal. Een vrouwelijke speler. Dat ben ik nog niet eerder tegengekomen, een vrouwelijke speler. Makkelijk gaat dat, jongens. Makkelijk. Zo, en we zitten alweer op 397 kilometer nog maar. Oh ja, hier zitten we in Odense. Hup, we rijden gewoon Odense snel voorbij. Odense weer verlaten.
Hamburg. Ja, zulke stukjes zijn echt lekker, ja. Dan is het weer ineens druk, is het ineens weer, en dan is het ineens weer, net zoals op dit stukje, is het weer lekker stil. Dan kun je gewoon in één keer lekker door tuffen, ook moet wel Hamburg hebben. Zo, dan ga ik toen kom. Hier is het weer lekker rustig. Heerlijk hoor, zo lekker rustig. Ja, ik hoop dat de drukte een beetje voorbij is. Ik hoop dat het ook wat minder druk in het spel is. Dat was er net, was het echte chaos. Komen we alweer bij de Duitse grens aan. Tijger Jan, hey Tijger Jan, hè? Oeh, we gaan bijna verkeerd. Dan hebben we niet op te letten. Nou is het even druk, hè? We hebben even drie spelers. Ja, ja. Zo. Ik
Het rijdt wel lekker door, jongens. Het rijdt wel lekker door zo. Nog 200 kilometer. Hamburg rechtdoor. Ja, die gaan weer ergens anders naartoe of zo. Ook weer een vrachtje wegbrengen. Hey, kijk, Karel heeft weer wat geld. 21.962. Kijk, dat is lekker. Weer wat geld in het laadje. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh.
zo. Oh. We moeten deze bocht hebben. Yes. Rechtdoor nog. En de volgende daar. Oh, dat gaat me in. Ja, dat gaat me in. Ja. Kijk, en dan kom je weer in een grote stad en je ziet gelijk alweer dat het een stuk drukker wordt. Wat? Je ziet het meteen, hè? Als het een stuk drukker wordt dan dat je in de stad rijdt. Dat, hier, we kijken, 3, 6. Nou, hier zit ook weer eentje. Hamburg. Ja, schade natuurlijk. Kutte. Gaan we helemaal verkeerd, hè? Gaan we helemaal gaat het weer fout. Dan gaat het eventjes goed en dan heel eventjes. Nou, we gaan gewoon verder, hè? We laten ons niet kennen. We gaan gewoon verder, jongens. Gezellig. We gaan lekker. Lekker verder. Met het spel. Wat moet je nou, joh? Kan ik ook, hoor, klootzak.
Zo, gezellig. Ze praten gezellig met dreigen. Hoppakee. Zo, nou jongens, ik vind het wel weer welletjes voor vandaag. Was even een livestreampje eventjes. Ja, ging weer eventjes. Nou, was wel weer even leuk, hè. Even heel even te livestreamen. Morgenavond, dan ben ik er ook. Want morgenavond gaan we, ga ik proberen om met mijn nieuwe stuur natuurlijk te rijden. Dus we gaan morgenavond wil ik ook nog eventjes proberen om nog eventjes een livestreampje te doen morgenavond. En dan wil ik de camera gebruiken en wil ik de camera zo zetten dat jullie ook zien dat ik aan het rijden ben. Dat is misschien wel leuk is dat. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. Kom morgenavond ook even kijken. Zelfde tijd, zelfde zender. twitch.tv/itsultracks. Dan kunnen jullie kijken hoe ik het ervan af ga brengen. Met het stuur. Dat is misschien wel heel erg leuk. In ieder geval voor de mensen op YouTube zou ik zeggen, jongens. Vonden jullie deze video leuk? Doe even de duimpje in de lucht. Abonneer even op mijn kanaal. Druk op belletje voor de notificaties. En abonneer even. Dat is heel erg belangrijk. Ga ik jullie allemaal morgen weer zien. Bij een nieuwe aflevering van Euro Truck Simulator. Jongens, groetjes van deze kant. Tot de volgende. Bye bye. Hoi.